superleuk, Han. Gaaf dat je er weer bent. Dankjewel. We gaan eigenlijk een beetje kijken naar wat is nou de geschiedenis achter een huisarts. Hoe zit dat nou en hoe is dat bij jou eigenlijk gegaan? Je bent nu ongeveer 30 jaar volgens mij huisarts. Ja, bijna. Hoe is dat eigenlijk begonnen? En dan hebben we het over de digitalisering, denk ik. Wel specifiek over de digitalisering. Ja, hoe is dat begonnen? In de tijd dat ik begon, kan ik me herinneren dat er nog heel weinig huisartsen waren die iets op de computer deden. Het elektronisch patiëntendossier, zoals dat heel netjes heet, het EPD, was nog niet ingeburgerd. Maar we begonnen er net mee. In mijn huisartsenopleiding hadden we geen enkele computer. Het hele patiëntendossier werd ingeschreven op een groene kaart. Okay. Ik heb hier een voorbeeld van. Kijk, dit is een groene kaart. Dit is eigenlijk een patiëntendossier. We hebben natuurlijk de naam van de patiënt doorgestreept. En hier zie je eigenlijk hoe dat in die tijd ging. Deze patiënt die was allergisch voor Proxil, dat is in het rood. Er komen brieven binnen van de specialist, die worden ook in het rood geschreven. En voor de rest zijn er wat opmerkjes zoals holtontsteking, / antibiotica, hyperventilatie, falium. Maar heel kort en bondig wordt het geschreven, soms bijna niet leesbaar. Maar zo heb ik de huisartsopleiding nog gedaan. Maar dit was dan wel een groene kaart, die behoorde tot de patiënt inderdaad. Ja. En dat waren voor meerdere consults. Dus dat ze vaker langskwamen, dan schreef je dat allemaal hierbij. Ja, elke patiënt een eigen kaart in een grote bak. En voorafgaand aan het spreekuur ging de assistent al die patiënten opzoeken. Wauw. En dan kreeg je zo'n stapel groene kaarten naast je. En dan ging je de eerste patiënt oproepen. Dat vond ik niks, dat kun je begrijpen. Ja, dat snap ik. Toen ik begon in Almere, dat was in 1993, heb ik ervoor gekozen, bewust voor gekozen, om meteen maar afscheid te nemen van de groene kaart. En alles in de computer te zetten. En wordt dit ergens nog gebruikt in Nederland? De groene kaart? Ja? Nee, helemaal niet meer. Nee, ik denk. Ik kan me haast niet voorstellen, maar misschien hele oude huisartsen. Ja, dat is nog vast. Ja, maar ik kan me niet voorstellen, het is echt ook niet meer van deze tijd. Nee, en wel heel mooi, die 30 jaar ontwikkeling die we hebben meegemaakt als Medimere. Dat begon met een hele eenvoudige computer, Windows voor workgroups. Ik weet niet of sommige lezers nog kennen. Ik was beren trots twee computers in de praktijk te hebben die met elkaar konden praten. Ik kon met mijn assistenten chatten, die aan de balie zat. Eén huisarts, één assistent. Hoe eenvoudig kan het leven in die tijd zijn? Ja. En alles werd in de computer gezet. Behalve de agenda, dat was nog niet gedigitaliseerd, dus dat werd nog allemaal geschreven. Maar alle patiëntenklachten, daar bouwden we een dossier voor op. In die tijd was dat nog microHIS. En in de loop van de tijd ben ik wel verhuisd naar een ander systeem. En is dat een enorme ontwikkeling geweest. En HIS staat dan voor? Huisartsinformatiesysteem. Ah, ja, okay. Ja, heel goed. Ja. Een van de belangrijkste, hier zit ik over na te denken nu ik dat hier zie. Dat had ik net gezien, hier staat Broxil, intolerantie. Overgevoelig voor Broxil, een antibiotica. Ja, die huisarts, toen moest dat maar onthouden. Nu kunnen we dat invoeren in de computer. En het moment dat ik dan toch per abuis Broxil voorschrijf, ja, dan maakt de computer dat niet mogelijk. Die zegt dat kan niet, want deze meneer of mevrouw is allergisch. Dus dat zijn wel een van de veel voordelen die het elektronisch systeem heeft. Dus het computersysteem corrigeert nu eigenlijk, of die is een soort hulpmiddel nu ook geworden eigenlijk voor de huisarts. En in de loop van de 30 jaar is dat enorm ontwikkeld. Dus het begint met eenvoudig medicatie voorschrijven. Maar langzaam is het ook de bedoeling dat wij diagnosecodes gaan introduceren. En op basis van die diagnose word je ook geholpen om een bepaald medicament voor te schrijven of juist niet voor te schrijven. En op die manier wordt het je wel een beetje makkelijker gemaakt. Ja, dat is wel fijn. Nou ja, het is fijn. En zolang ook misschien efficiënter ook. Ja, zolang de computer doet. Hè? Ja. Als je de computer niet doet, of het internet eventjes niet doet, dan hebben we echt een groot probleem. Dan is het vervelend. Ja, dan heb je soms ook wel behoefte aan zo'n groene kaart. En naast die ontwikkeling van het huisartsensysteem zien we ook ontwikkelingen die naast het huisartsensysteem verlopen. 15 jaar geleden begon heel langzaam toch de behoefte dat de patiënt ook een stukje kon inzien in zijn dossier. Dus dat hij of zij zelf ook wat meer ging doen. Ja, of wat die huisarts nou schreef. Wat schrijft die huisarts nou? Welke problemen worden in mijn dossier geschreven? Welke medicatie heb ik? En dat is dan ook de tijd dat er een app ontstond. Dat heet dan Met Gemak, zeker 15 jaar geleden. Wow. Waarbij de patiënt heel klein beetje toegang kreeg in zijn eigen dossier. Maar dat was toen wel echt wel een innovatieve ontwikkeling.
Ja, en we zien dat dat uitbreidt en groter wordt. En die app met gemak is best wel groot geworden. En we gaan binnenkort naar een ander systeem over. Dat heet al Spreker.nl. Wat nog innovatiever is en mooier is. En wat ook in die 30 jaar gebeurd is, dat we speciale programma's gingen ontwikkelen voor diagnosecodes. Dus voor de diabetes, de patiënt met suiker, of de patiënt met longlijden, de patiënt die lijdt aan hart- en vaatziekten, ontstonden specifieke programma's. En ook daarbij word je ondersteund door de computer en door je praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner ging dit soort patiënten zelf behandelen en controleren. We keken altijd wel achteraf mee. Maar het systeem maakt dan mogelijk dat op een geprotocoleerde wijze je deze patiëntengroep kon behandelen. En het zijn een soort van online programma's waarbij de patiënt dan misschien data in moet voeren, gegevens, cijfers. Ja, dat is eigenlijk weer de volgende stap. Hè. We waren gewend alles in die computer in te voeren en ook praktijk ondersteunen. Ja. En nu heel langzaam, ook een beetje sinds corona, hebben we toch de behoefte dat de patiënt ook aan de slag gaat. En dus ook de patiënt iets meer zelf doet. Ja, dat hij de bloeddrukken gaat invoeren, dat hij zijn zelfgemeten suikers gaat invoeren. Zodat die huisarts dat al voordat hij de patiënt ziet, dat hij al weet hoe de uitslagen zijn. En zo die nu voorbereid zijn. Dat is natuurlijk heel prachtig. Dus het portaal wat de patiënt had om zijn dossier in te zien, wordt uitgebreid. Dat hij ook mogelijkheden krijgt om stukjes van zijn eigen bevindingen, zijn eigen metingen ook in te voeren in het patiëntendossier. Nou, dat is eigenlijk de ontwikkelingen tot nu. En wat zien we nu gaan gebeuren de komende tijd is dat die portalen worden groter, die worden uitgebreider. En je zult ook zien dat binnen nu en een paar jaar het portaal zo groot wordt dat er niet alleen die huisarts daar een aansluiting op heeft, maar ook het ziekenhuis en fysiotherapeuten of verschillende ziekenhuizen zelfs. En dat de patiënt via één portaal toegang heeft tot al zijn medisch dossiers op de verschillende plekken in de zorg. Dus de verschillende partijen gewoon meer met elkaar samenwerken, ja, waardoor het patiënt eigenlijk beter geholpen wordt. Precies. Ja, ah, gaaf. Ja, daar gaan we naartoe werken. Ja. Dat klinkt heel goed. Ja. Nou, dat is in een nutshell de ontwikkelingen. Binnen de huisartsenzorg. Binnen de huisartsenzorg. Wauw. Ja, dat is heel interessant. Ja. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Tot ziens.